Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we goed nieuws. Er zijn namelijk baby's in aantocht. Met name de maandvisbaby's. Je ziet ze hier achter me nog een beetje bezig. Dat gaat goed. Ik laat jullie nu even de beelden zien hoe ik het gisteravond aantrof en vanochtend aantrof. Kijk. Ik ben zojuist mijn vis even aan het voeren, de maandvissen. Het viel me al op dat ze echt heel mooi blauw waren. Dus ik denk dat ze het goed naar hun zin hebben. Maar toen zat ik goed te kijken en ik heb wel een klein beetje algproblemen hier in de hoeken. En op de decoratie. En toen was ik goed aan het kijken en toen zag ik hierachter, op het verwarmingselement, allemaal eitjes liggen. Kijk, hoe tof. Helemaal vol. Het is voor het eerst eigenlijk dat we eitjes hebben en dat ze ook nog blijven liggen. Ik heb al een keer eerder in mijn grote bak eitjes gehad van de maanvissen, maar toen werden ze eigenlijk gelijk opgegeten door de maanvissen. Ja, nu zitten ze er nog steeds op, dus ik ben erg benieuwd. Ik las op internet wel dat je iets kan zien van dat je kan zien of ze bevrucht zijn of niet aan de middel van de kleur. Ja, nu heb ik echt geen idee. Je ziet wel echt hoe mooi de maanvissen zijn op dit moment. Ja, ik denk dat ze het erg naar hun zin hebben in dit aquarium. Het is iets kleiner. Maar ja. Ik ben er wel erg blij mee. Ik had eigenlijk wel verwacht dat of de vuurcyclide of de sleutelgatcyclide zouden opgegeten, maar dat is duidelijk nog niet het geval. Kijk, de corridoren zijn gered uit het Malawi aquarium. Super blij dat ze lekker in het zand zitten te woelen. Ze komen weer helemaal blij bij tot rust, dus dat is fijn. Maar maanvissen, we gaan het even afwachten. Ik ben erg benieuwd. Het zal wel leuk zijn als ze een keertje uitkomen. Dag 3. Er zitten nog maar een aantal op. Maar het is toch al een heel stuk minder. Dus ik ben bang eigenlijk dat ze het niet gaan overleven. Je zag het dus al een beetje. Het gaat niet lukken met de maanvissen. Ik heb nou net nog een keertje gekeken. Ik moest net even wat spullen wegbrengen. En ik kom terug om het filmpje af te maken. En de laatste eitjes zijn ook opgegeten. Dus we worden dit keer geen maanvis ouder. Maar ze zijn in ieder geval wel redelijk blij in het aquarium. En dat gaat lukken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik ervoor kan zorgen dat het gaat lukken in het vervolg. Mocht iemand het weten, laat het even weten in de comments. Ik ben namelijk erg benieuwd, hoe ga je dat doen? Moet je de eitjes eruit halen? Hoe weet je dat de eitjes bevrucht zijn? Of is het wel goed gedrag van de maanvis? Of doen ze dit uit stress? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus ik hoop eigenlijk dat er een maanvis-expert zit te kijken. Die zegt, Jasper, ik weet het. Je moet dit en dit doen. Dit is er aan de hand. Dat zou ik erg tof vinden. En dan zal ik dat in een vervolgvideo laten zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuk videootje? Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende!